Wat is de waarde van goed kauwen? Over het algemeen eten wij te snel en te onbewust, waarbij we het eten nauwelijks proeven. Dus het is niet ongebruikelijk om bijvoorbeeld mensen een boterham te zien zitten eten terwijl ze aan het werk zijn of terwijl ze aan het lopen zijn. Dat is voor een Indiaas iemand onbegrijpelijk dat je al lopend je eten opeet of dat je al werkend zou eten. Bij hen is er echt de aandacht bij het eten, het bewustzijn bij het eten. Er wordt ook nauwelijks gepraat tijdens het eten. Mensen zijn daar helemaal mee bezig. Die zouden niet eens iets anders kunnen doen, omdat ze ook met hun handen eten, om nog meer contact te hebben met het voedsel. Maar wij zitten in zo'n gejaagde maatschappij, en we leven ook in een cultuur en in een omgeven door een godsdienst die ervan uitgaat dat er maar één leven is, terwijl in India gaan mensen uit van meerdere levens. Daar ga ik zelf ook van uit. Maar wij willen ook alles in één leven proppen en hebben daar nog haast bij ook. Het moet snel en dan lijkt het goed om diverse dingen tegelijkertijd te doen. Dus het eten en ondertussen nog iets anders. Maar dat maakt dat het eten geen voldoening geeft. Dat je niet vanuit je hele systeem een gevoel krijgt van tevredenheid, van voldaan zijn. En je geeft je smaakzintuigen niet de kans om echt te proeven. In feite kun je alleen maar proeven in je mond. Als je het eenmaal ingeslikt hebt, het voedsel, dan kun je het niet meer proeven. Dan geeft het hoogstens nog een fijn gevoel van dat je even voelt van, oh, mijn buik zit vol. En dat betekent dat ik veilig ben en het hongergevoel is verdwenen. Dat kan het nog voor gevoel geven. En dat is ook het gevoel waar mensen naar zoeken. En ik ben een van die mensen geweest die eetbuien hebben, die overeten, die dingen zoals we het noemen, wegeten. Om maar even dat gevulde gevoel te hebben, omdat er in het wezen een honger is naar vervulling. Een gevoel is van leeg zijn, van onvervuld zijn, van niet verbonden zijn met jezelf. En daarover schrijf ik ook in mijn boek Honger naar vervulling, waarvan je de link vindt in de beschrijving onder dit filmpje. Als je zo'n eetbui hebt of heel veel gaat eten om zo'n gat te vullen, dan ben je zo haastig met dat gat te willen vullen dat je niet de tijd neemt of zelfs niet kunt nemen om echt te proeven wat je eet. Je bent alleen maar alweer bezig met het volgende wat je wil eten. En vanuit de familieopstellingen kan daar nog veel meer achter zitten. Bijvoorbeeld dat je dingen draagt van je familiesysteem, van mensen die honger hebben geleden of die zijn overleden aan de honger. Dus dat kan ook heel veel andere achtergronden hebben waarover ik ook schrijf in mijn boek. Honger naar vervulling. Maar het kauwen kan juist het overeten voorkomen. En hoe dan? Omdat je dan echt proeft. Dus in feite, mijn Oosterse spirituele meester Osho, die raadt aan om elke hap 48 keer te kauwen. Dan moet je er ook bij zijn met je bewustzijn, alleen al omdat je aan het tellen bent. En om dan te ervaren wat gebeurt daar. Wat proef je? Tijdens het kauwen veranderen de smaaksensaties ook nog.
En hoe verandert dat voedsel in je mond? Wat beleef je eraan? En in feite, door één hap 48 keer te kauwen, heb je eigenlijk met één hap en ook de calorieën van één hap 48 happen gegeten. Dus je geniet extra van één hap. En het doet nog meer. Het vele kauwen, het heel goed kauwen, zorgt dat je meer speeksel gaat aanmaken. En in de speeksel zitten al de eerste spijsverteringsenzymen die nodig zijn om dat voedsel goed te kunnen verteren, zodat het ook goed bij je lichaamcellen aan kan komen en je lichaamcellen echt allemaal gevoed worden. En het zorgt dat ook in de rest, in je maag, al spijsverteringsenzymen aangemaakt gaan worden, want dat signaal wordt doorgegeven. En er worden spijsverteringsenzymen aangemaakt in de dunne darm en ook in de galblaas, zodat ook de galblaas zich al kan voorbereiden van, oh, als er vet aankomt, moet ik extra gal toevoegen aan de dunne darm. Dus met het kauwen bereid je al je hele lichaam voor om het voedsel te gaan verteren. En met het goede kauwen zorg je ook dat je maag het gemakkelijker krijgt, want dan komen er geen grote brokstukken in de maag die de maag dan weer helemaal extra moet gaan kneden, waardoor de maag heel veel energie verliest. Maar je hebt het zelf al in hele kleine stukjes gemalen. En de maag heeft het dan veel makkelijker, want ook de maagsappen die kunnen er dan veel beter bij. En ook de darmsappen kunnen er veel beter bij. En de maag hoeft niet zo hard zijn best te doen. En je maaltijd duurt langer. Dus misschien kan je met zo goed kauwen, kan je maaltijd wel 20 minuten gaan duren. In plaats van maar 5 minuten, waarin je alles naar binnen schrokt zonder het te proeven. En dat heeft weer een extra voordeel, want het duurt 20 minuten voordat in de hersenen geregistreerd wordt dat je verzadigd bent. Dus als je worstelt met eetproblemen, dan zul je ook merken dat de tijd direct na de maaltijd het moeilijkste is om te stoppen met het eten. Omdat nog steeds de hersenen niet hebben doorgekregen van, hé, er is genoeg eten in het lichaam. Maar als je langer doet over de maaltijd, dan kan dat doorgegeven worden, dan kan dat op tijd aankomen in de hersenen, en is het ook veel makkelijker om met de maaltijd te stoppen. En omdat je dan zoveel geproefd hebt, is die voldoening er, dan is die hang naar meer niet meer zo sterk. En hoe je het eten kauwt, heeft ook te maken met hoe je informatie opneemt uit de buitenwereld. Als je je eten zomaar hapslik doorslikt, dan is de kans ook heel groot dat je ook wat je in een boek leest, bijvoorbeeld klakkeloos aanneemt. Of wat iemand je vertelt, een leraar bij een cursus die je doet, dat je dat klakkeloos aanneemt. Want ook dat kauw je dan niet. Dat ga je niet zelf kauwen van, hé, wat vind ik er nu van? Zou het wel kloppen? Of zouden er ook nog andere manieren zijn om ernaar te kijken? Dus dat heet introjectie. Dat je klakkeloos aanneemt wat iemand zegt of wat je in een boek leest. Toen ik de gestaltherapieopleiding deed na mijn artsenstudie, toen heb ik een maand in die opleiding de opdracht gekregen om één hap van elke maaltijd helemaal vloeibaar te kauwen. En dan te voelen wat er gebeurt. En wat ik waarneem en hoe dat, ja, dat voegt zoveel toe aan bewustzijn en ook aan het keuren in de mond.
Dan ga je voelen van, hé, waarvan ik dacht dat ik het lekker vond, vind ik helemaal juist niet lekker. Dat was voor mij een hele grote verbazing toen ik had toen een vriend in Duitsland, dus dan ging ik 6 uur lang met de trein daar naartoe. En in Keulen, sorry, in Keulen kocht ik toen een kaasbroodje. En ik dacht altijd een kaasbroodje, zo'n broodje met helemaal doordrenkt met kaas en bladerdeeg erom en wat dan helemaal warm is. Daar verheugde ik me altijd op. Maar toen ging ik een hap van dat kaasbroodje helemaal vloeibaar kauwen en het was zo vies. Het was echt zo vies. Ik heb nooit meer een kaasbroodje aangeraakt. Toen ging ik pas echt proeven wat erin zat allemaal. En ik heb het uiteindelijk in een prullenbak gespuugd. Want dat is ook nog de vraag. Soms zitten we te eten en voelen we, oh, dit vind ik niet lekker. En dan is de vraag, slik je het dan toch door? Dan gebruik je jezelf eigenlijk als een prullenbak. Je kunt ook even naar de wc gaan en die hap in de wc spugen. Of in de prullenbak. In een andere prullenbak als dat je je lichaam tot prullenbak maakt. Daarnaast draagt goed kauwen ook bij aan het afvoeren van agressie, van een teveel aan agressie in jezelf. Want agressie gaat zitten in je kaken en in je handen, zoals bij dieren die een prooi moeten vangen en het dan verscheuren met hun tanden en ook met hun klauwen erin zetten. En ook dat helpt om te verscheuren, om de prooi al in stukjes te verdelen. Dat is gezonde agressie. En mensen die goed kauwen, die zijn minder agressief. Want die gebruiken al hun kaken om die agressie tot expressie te kunnen brengen. Het teveel aan agressie wat er is. Dus het kan ook heerlijk zijn om ergens gewoon je tanden in te zetten en ergens goed op te kauwen. Dus dat kan ook echt het voordeel zijn van het eten niet helemaal doorkoken tot het helemaal papperig is. Maar het echt iets hebben waar je nog echt in kunt bijten. Bijtbaar voedsel. En dan ook echt bewust van te zijn van hoe heerlijk het is om daar met je tanden op te bijten. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. En als je die wilt delen, dan kun je dat doen in de reacties onder dit filmpje. Als je het nog iets uitgebreider wil horen, sommige dingen vertel ik hetzelfde, dan kun je ook luisteren naar mijn podcastaflevering nummer 85 van mijn podcast Van Pijn naar Zijn. En die link naar mijn podcast vind je ook in de beschrijving onder dit filmpje. Ik wens je heel veel goeds met goed kauwen als je dat aanspreekt.